Welkom bij De Mix, het kleurrijkste magazine van de Randstad. Met vandaag. Op reis met Antilliaanse seniorengroep. Ouderen zijn net als bloemen, aldus Ali Sadawi. Een dagje uit met de Hindoestaanse seniorengroep. Maar nu, wie zorgt er voor oma? Wie zorgt er voor je ouders als ze dat zelf niet meer kunnen? Ondanks dat er in Nederland een heleboel zorgmogelijkheden bestaan, is het in veel families nog vanzelfsprekend dat de kinderen voor hun ouders zorgen. Ik kan echt niet thuis zitten als ik zie dat mijn moeder iets nodig heeft. Er zijn er zelfs bij die hun schoonouders in huis nemen. Iedereen wil graag thuis oud worden en bij ze spreken je ogen sluiten in je eigen bed. Emine is de middelste dochter in het gezin Akdogan. Emine is moeder van 5 kinderen en is mantelzorger voor haar zieke moeder, 7 dagen in de week. Mijn moeder is een hartpatiënt en momenteel gaat het sinds 2 jaar heel erg slecht met haar. Ze heeft een hartinfarct gehad, waarna ze tijdelijk een beetje in coma heeft gelegen. En daaruit is ze niet echt goed meer van geworden. Het is nu wel stabiel, maar ze kan heel weinig. Ik kan haar pijn voelen, dan reageer ik daar zo op hoe ik behandeld zou willen worden. En ik heb ook de verzorging van mijn schoonmoeder gedaan. Daaruit heb ik ook ervaring natuurlijk. Mijn beide broers werken, dus automatisch kunnen ze niet elke dag aanwezig zijn. Of tijden aanwezig zijn wanneer mijn moeder ze wel nodig heeft. Mijn zus werkt ook, dus zij is in de weekend altijd hier. 'S Ochtends is ze gelijk bij het ontbijt al hier. En mijn jongste zus die woont ietsje verder. En zij is ook elke weekend hier. Dus, en ik woon het dichtstbij. En ik ben huisvrouw, dus dat is makkelijker. Het is gewoon automatisme geworden, zeg maar. Emizen is de op één na jongste dochter in het gezin. Ze werkt fulltime bij het maatschappelijk ondersteuningsbureau, een thuiszorginstelling voor allochtone ouderen. Daar zette zij zelf de dagverzorging op. Bij mijn ouders zoveel aanwezig te zijn, dat lukt mij niet vanwege mijn fulltime baan. En mijn zus die werkt niet, dus zij kan makkelijker over de vloer komen. Vandaar dat het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend was dat zij eigenlijk meer over de vloer kwam. Als ik tijd voor zou kunnen maken, zou ik dat graag doen. Maar toch zou ik dan hulp van een instelling aannemen, van de thuiszorginstelling. Een buitenstaander zou maar een buitenstaander zijn. Zij is een stukje van mij. Ze is mijn kind. Het zou voor mijn ouders heel zwaar zijn dat, ondanks dat ze 5 kinderen hebben, geen zorg kunnen geven aan hun ouders, dat het dan toch een buitenstaander zorg en hulp moet geven. Dat zou heel zwaar voor hen zijn. Marela Del Sol geeft de cursus Transculturele Familiezorg aan mantelzorgers uit alle culturen. De cursussen geven uitgebreide hulp bij de verzorging van een familielid. Ik denk dat er de dilemma van zorg, wat verwacht je van je familie, dat er wel een verschuiving in zit. Omdat eerst mensen dan hier met hun kinderen zijn, dan teruggingen. Maar nu omdat mensen dan hier ouder worden en dan geconfronteerd worden met bepaalde zorgvraag, zoals wij dan zeggen, dan verwachten ze het van de familie. En dat is dan een dilemma, want mag je weigeren? Mag je nee zeggen? Çocukların bakmasaydı veya olmasaydı kim bakardı? Bakması gerekirdi sana. Misschien in een bejaardenhuisje. Ik zou me niet gelukkig voelen, maar als het moet, dan moet het toch, zegt ze. Wij zeggen, als je het een beetje deelt, dan heb je ook een beetje ruimte om voor jezelf even, dat je ook niet ziek wordt. Dan kan je het net langer volhouden, wat juist waar je mee aan begonnen bent. Want dat is je inzet ook als familiezorg. Je wil het volhouden, je wil het graag voor ze doen. Wij zeggen, je wil het met alle liefde doen. En door anderen erbij te betrekken, door de zorg te delen, deel je ook een beetje die last. Als ik ziek zou zijn, of als ik met mijn kinderen zou zitten,
dan denk ik toch dat mijn broer of mijn zus het over zou nemen. We hebben er niet over gepraat, maar ik denk wel dat het zo zou zijn. Ik vind ook wel eigenlijk dat we gebruik moeten maken van thuiszorginstelling voor huishoudelijke hulp. Om mijn zus een beetje te ontlasten eigenlijk. Maar ja, zij wil dat graag en zij vindt het niet nodig. Dus ook al zouden wij eigenlijk hulp van een thuiszorginstelling krijgen, dan nog zou mijn zus daar alles doen. Dat is gewoon, zo zit zij in elkaar en dat kan je van haar niet afnemen. Daar wordt zij gelukkig van en mijn ouders ook. Ik denk dat we wel proberen om haar zo lang mogelijk bij ons te houden. En als het helemaal niet gaat, ja, dan weet ik het niet. Dan een opname in een ziekenhuis of een revalidatiecentrum of zo. Als het nodig zou zijn, dan zou ik mijn ouders wel in huis willen hebben. Dat geldt ook net zo goed voor mijn schoonouders. Wie zorgt er voor je opa en oma in China? Zij huren zo'n persoon in, dat alles doet, weet je wel. En zorgt er ook iemand voor uw oma? Mijn oma kan heel goed nog zelfstandig wonen. Maar natuurlijk kijken we allemaal wel naar haar om. Ja, ze is niet meer zo goed te been, dus met boodschappen. Ja, we helpen allemaal, de hele familie. En zorg je momenteel ook voor andere mensen? Ja, voor mijn opa en oma. Ja. En wat doe je dan zoal? Aardappels schillen? Nou, lekker helpen schoonmaken, koken, dat soort dingetjes. Met ze op stap gaan. Zorgt u ook vandaag de dag voor oudere mensen? Zoveel mogelijk, ja. Onder andere mijn ouders. Ja. Schoonouders. Wie gaat er voor u zorgen als u later oud wordt? Ik ben al oud. Hoe ziet mijn oude dagvriendin? Perfect. Ja? Gaat u naar een bejaardenhuis dan? Nee, absoluut niet. Wat gaat u dan doen? Ik ga in een tempel wonen om de rest van mijn leven helemaal te wijden aan God en zelfrealisatie te bereiken. Zorgen jullie vandaag de dag ook nog voor oudere mensen? Nee, mijn oma zit in het thuis. Oh, meen je dat dan? Ja. Waar wonen je opa en oma? Suriname. En zorgt er iemand van hun in Suriname? Ja, de kinderen. Oké. En dan heb ik nog Japan. Ik doe alles in deze koffertje, want ik neem mijn strijkijzer mee en daar ga ik alles strijken. Dat is makkelijk voor mij. Ik ben geboren op Curaçao en vanaf 1968 woon ik in Nederland. En ik zit nu in een groep, ouderengroep van Antilliaanse ouderen en die heet Amor y Alegría. En we hebben zo met ons drieën zo hebben we een commissie. En van die commissie uit hebben we een reis georganiseerd naar Duitsland. En ik heb geboren op Aruba. In Aruba en Curaçao, van Sint Maarten, komt ik hier in Nederland in 2001. Waar gaan jullie heen? Naar Zwarte Woud. Zwarte Woud. Naar Zwarte Woud. En dan is het eerst eten en dan naar je kamer. We krijgen 's morgens eten en 's avonds. En dan hebben we ook excursies. Waar naartoe weet ik niet precies. Maar er zijn wel excursies bij. Tandborsten, tandenpasta, tandenborsten, zeep en deodorant. Por favor, koop een nieuwe desodorante. Medicijnen zeer belangrijk. De hele dag moet je zeer aan medicijnen. De SVA is niet aansprakelijk voor spullen en zeker niet voor kostbare dingen die kwijtraken. Veel plezier, ja? Hoe belangrijk is dat? Belangrijk? Zelfstandigheid. Om zelfstandig te zijn, je hebt je vrijheid. Voor mij, ik heb je vrijheid. Om wat je wil doen, wat je doet. Het is goed voor de ouderen om niet thuis te zitten, om uit te gaan. En als ze op reis gaan, ik denk dat is ook een stimuleren voor de mensen om goed te voelen voor mij en voor hen. Zijn er nog vragen? Is het duidelijk? Ja, is het goed zo? Oké. De meeste vragen, wat moeten we meenemen? Waar is er die excursie? En
Waar moeten we opstappen en wanneer en hoe laat? Krijgen we geen programma? Dat is een jaar geleden van plannen. Ja. Maar... Het gaat bijna gebeuren hoor. Ja. En dan heb ik een blouse. En zwempak. Die moet ook mee. Dan heb ik nog een jasje. Als het een beetje koud is, dan doe je aan. Dit is mijn fotocamera. En laat best nou liefst heb ik nog een tijds vertelboekje. Ik ken alleen maar Awidashin en Dankeschön. Die twee weet ik. Maar voor de rest niks. Maar nu ga ik deze boekje doen. Dus ik hoop een beetje ver te komen met mijn Duits. Wat is dit? Ik vind alles lekker. Maar meestal hou ik van die hele grote stuk. Varkens van toe of zoiets. Paneer, gepaneerd hè. Schnitzel. Ja, die maken ze heel groot. Het is een hele grote plak. Die vind ik lekker van Duitsland. En ook, als je, ze hebben ook gebakken broodjes morgens. En die vinden ook leuk. Hoeveel dat lekker. Is ja, vorige keer was ik daar zo. Elke morgen krijg je een mand vol. Ik hoop dat heel veel mensen die zelf met vervoer op maat komen, die hier naartoe komen. Is makkelijk. En nou ook op tijd, want als je te laat bent, dan is iedereen te laat. En ik hoop dat we onderweg heel veel plezier zullen maken. Ja. En dan de rest van het week ook gezellig zal zijn. Dezelfde. Dus iedereen leuk doen meemaken en alles. En dan komen we gezond weer terug. Ja. Dat is wel mijn idee. En dat is belangrijk. Ja, dat is wel leuk. En het is ook gezellig in de bus. Allemaal zingen, lachen en grapjes maken. Oh, jongen. Je moet een cd meebrengen om te zingen en laten opdraaien. Oh, cd moeten we brengen. Ja. Cd, spelletjes en alles. Nini, Belinda, Dorothy, Veronica, Malva, Ruth. Maluska, Fonset, Sherry, Susi, Ailo, Achi. Ok, nós turca, e aplauso para nós turca, né? Nós também temos nome do Senhor, amém? Amém. Com nós também? Em nome do Senhor. Me entende, com nós também? Em nome do Senhor. Aleluia. Amém. Wie gaat er later voor jou zorgen? Of zou je dat een zorg zijn? Heb ik nog niet over nagedacht. Nee? Nee. Maar kom je dan in een bejaardentehuis? Ik hoop van niet. Ik hoop mijn kinderen. Op mijn kinderen natuurlijk, hè. Heb je dat allemaal afgesproken? Ja, ik hoop dat ze hun best zullen doen voor mij. Wie gaat er later voor je familie zorgen? Ja, zover ik kan doe ik het. Ga je laten zorgen voor je ouders als ze oud worden? Ja. En wat ga je voor ze doen? Helpen. Ja. Afwassen en dat soort dingen? Huishouden. Moet de kleine voor u gaan zorgen? Nee, als u niet. Nee. U blijft gewoon lekker voor uzelf zorgen? Lekker voor mijn eigen zorgen. Oh, je hoort het. Het hoeft niet. Nee. Maar toch, je moet gewoon altijd je moeder helpen. Gaat later nooit in een bejaardentehuis komen, nee. Nee, absoluut niet. Nee. Ik kan daar niet eens over nadenken. Maar wie weet, hè. Het leven kan je overal brengen. Wie er voor mij gaat zorgen als ik oud word? Nog niet over nagedacht. Ik heb wel een pensioen natuurlijk, maar... En hoe ver ben je al met je pensioen? Is net gestart, dus nog niet zo ver. Ik heb nog een aantal jaren te gaan natuurlijk. Wil je ergens wonen dan later als je oud wordt? Ja, in het buitenland, niet hier. En waarom? Is daar de zorg beter dan in Nederland? Denk het wel. Niet ver van waar de treinen voorbij razen, worden migrantenouderen geduldig begeleid. Als het gaat over de zorg, als het gaat over wonen, als het gaat over inkomen, als het gaat over welzijn.
die vier thema's die hebben we opgenomen in onze spreekuur. Ali Sadawi is voorzitter van de NISBO, Nederlands Islamitische Bond voor Ouderen. De NISBO is in de staat voor de ouderen, alle ouderen allochtonen. Sadawi is zelf Tunesisch en heeft in zijn geboorteland onder andere de landbouwschool gestudeerd. Dat is een vijgerboom, is ook heel groot, die geeft heel veel, ontzettend veel vruchten. Die worden ook rijp. Als je te veel zon, hoe meer zon, hoe worden ook de vruchten groot en rijp. Ja, dat zijn tropische planten die ook geven herinneren aan het thuisland. Ali heeft een voor hem erg toepasselijke metafoor over de begeleiding van ouderen. Kijk, met ouderen werken is eigenlijk net als bloemen. Als ze aandacht geven aan die bloemen en een beetje water geven en een beetje aandacht, dan groeien ze veel en geven ze hele mooie resultaten. En die krijgen mooie netjes bloemen. En ook met ouderen is het precies hetzelfde. Voor zijn goede visie en maatschappelijke inzet heeft Ali een koninklijke onderscheiding gekregen. En dat is de lintje. Die zit hier. Ik kan hem op zich zo hangen. Bent u trots erop? Nou, eigenlijk, ik ben wel trots op dat ik tenminste veel dingen goed gedaan in de samenleving en veel ouderen en ook vroeger heb ik ook veel in de wijken van Utrecht als Kanaaleiland, als Overweg, heel veel commissies, werkgroepen geholpen. En ja, het geeft jou een gevoel als iemand helpt waar de mensen problemen hebben en hij steunt hem en gaat hij lachend dat hij ja, uit de probleem, dan geeft het een hele mooie gevoel. De ouderen bij het inloopuur worden voornamelijk geholpen door stagiaires. Stagiaires die op hun beurt ook begeleiding nodig hebben. Nou, dat is, ja. Hoe is het allemaal gegaan? Het is allemaal goed gegaan. Het is, toen ik hier binnenkwam, wist ik niet hoe de doelgroep was eigenlijk, de oude migranten. Ik heb dus eigenlijk geleerd om grenzen te stellen en duidelijke afspraken met ze te maken. En als je zegt, nou, ik stel grens, waar over de grens gaat? Als de cliënt helemaal geen Nederlands spreekt, dan help ik hem wel zo ver mogelijk is. Mm-hmm. Maar als de cliënt een beetje Nederlands spreekt en die vraagt mij van... Leek het formulier voor me invullen? Ja, en de cliënt kan bijvoorbeeld, die is niet helemaal analfabeet. Mm-hmm. Zou ik wel vragen of die... de dingen wil invullen, die hij zelf kan invullen. Mm-hmm. En de rest bespreek ik dan samen met de cliënt. Hoe heet jij? Shana. En hoe lang loop je al in de stage? Ja, nu bijna een jaar. En wat heb je geleerd? Veel. Zelfstandig zijn. Ander helpen. Op tijd komen. Ali werkt dus dagelijks met jonge mensen in de bloei van hun leven. En ouderen die niet mogen verwelken. Best een groot contrast. Ouderen op zich is een zwakke groep. En daar moeten we altijd klaar voor staan. En jonge stagiaires, die is, past het heel goed. Want dat zijn net kinderen of kleinkinderen van de ouderen. En die moeten altijd ook gehoorzaam naar de ouderen toe. En kunnen ze makkelijk ook passen als het de ouderen iets vraagt. Dan kan de kinderen ook luisteren en doen wat gevraagd wordt. Ik wil graag gewoon een steentje bijdragen in de Nederlandse samenleving. Waarom is het voor u zo belangrijk om een steentje bij te dragen in de Nederlandse samenleving? Nou, omdat ik zie dat veel mensen die steun nodig hebben. En als je het kan doen, dan moet je niet laten.
Ik ben Surin Mahabali en ik ben coördinator van het ontmoetingsproject voor Hindoestaanse ouderen Asha. Het is een project dat eigenlijk eerst begonnen is als een project voor dagopvang. Voor ouderen die hulpbehoevend waren en die nauwelijks uit huis kwamen. Dus om vereenzaming te voorkomen. En om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. En langzamerhand is dat gegroeid. En er kwamen steeds mensen bij die niet erg hulpbehoevend waren, maar wel de behoefte hadden om elkaar te ontmoeten. 2 jaar geleden ben ik begonnen in de oudere groep te komen, omdat je daar een bepaalde leeftijd moet hebben. En die leeftijd had ik toen bereikt en toen mocht ik ook meedoen met de groep. En ik vind het leuk, omdat het, het is een oudere groep. Ik hou van ouderen. Je hoort wel eens oude spreuken, oude gezegden van hun. En je kan gezellig praten. Je leert oude liedjes van hun ook. Wij zingen met elkaar, wij kaarten met elkaar. Wij maken grappen met elkaar. Ja, in zo'n groep zie je niet wie jong en oud is. Iedereen doet gezellig mee. En ja, dat vind ik leuk. En zo'n middag is zo om. Vrijwilligers zijn voor onze organisatie erg belangrijk, want in je eentje kun je 60, 70 ouderen niet opvangen elke week. Want in het programma zit uiteraard ook een lunch, een broodmaaltijd. Tafels en stoelen moeten worden geregeld, de benodigdheden moeten worden klaargezet voor de betreffende activiteit van die dag. Het brood wordt belegd, wordt opgeruimd. Dus zonder vrijwilligers zouden we dit niet kunnen doen. De gemeente kan maar 1 beroepskracht financieren. Dus daarom zijn wij helemaal eigenlijk aangewezen op vrijwilligers. Wat ik zo leuk eraan vind, ik heb altijd ervan gehouden. Want toen ik nog niet echt bezig was met vrijwilligerswerk, was ik al in de wijk, op de markt, als ik een oudere zagen die ik dus ook van Suriname, we zijn toch onderling 1 grote familie, bracht ik ze al naar huis met de boodschap of ik nam ze mee naar, met de auto. Of als ik ergens naartoe ging en zij waren ook daar, dan bracht ik ze ook naar huis. Het heeft me altijd geïnteresseerd. Voordat ik met het vrijwilligerswerk begon, heb ik altijd in mijn hoofd gehad dat ik dit werk een keertje zeker zal doen. Het is vandaag goed weer, dus je bent toch een keertje weg. Want je kan niet de hele dag thuis blijven zitten of naar de bibliotheek gaan of wat dan ook. Dan heb je tenminste wat sociaal contact met de mensen. Hè? Dat is heel belangrijk. Ik ben ook al 72. Ja, de mensen die hier rondlopen zijn allemaal boven de 60. En dat is een aparte groep, hè? Met een aparte denkwijze natuurlijk. Wat maakt je zo apart? Kijk, het is een conservatieve groep eigenlijk. Hè? Een groep die dan in Suriname dus thuis gezeten heeft. Die heeft bepaalde gedachtegang. En nu zitten ze allemaal in Nederland. Dus dan zit je weer met een soort mentaliteitsverschil. Hè? Vandaar dat deze groep bij elkaar behoort eigenlijk. Wij geven de zorginstellingen ook informatie over onszelf. Van wat voor wensen en behoeften hebben wij ook ten aanzien van zorg. Als wij daar aan toe zijn om te gaan wonen in een zorginstelling. En zo proberen wij ervoor te zorgen, de zorginstelling bewust te maken van het feit dat wij andere wensen en behoeften hebben. En of ze bereid zijn om hun aanbod aan te passen aan onze wensen en behoeften. Het is op den duur een familieclub geworden, want gesteld dat er 1 niet komt, dan beginnen we al elkaar af te vragen van hey, waar is die gebleven, waar is die gebleven, zou die ziek zijn? Zou die met vakantie zijn? Dus het is inderdaad een familieclubje geworden. Op den duur missen we gewoon elkaar. En als we een keer niet geweest zijn, we hebben elkaar niet gemeld, dan komen de vragen de week erop van hey, waar was je?
Je hebt niet gemeld dat je er niet zou zijn. Dat is toch leuk. Festival in het Oosterpark, een Caribische markt, debatwedstrijden en natuurlijk veel muziek. Het festival begint om 11 uur met een biggie speakery vanaf de Stopera. Met optredens van onder andere Michael X, Birgit Lewis, Tweede Kamer, Q-Sign, Ellen ten Dam en Doe. Donderdag 1 juli in het Oosterpark, Kitty Kotti. Bas Preadro. Dat was het weer voor vandaag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.mtnl.nl. Tot ziens!